In die zauberflöten zing en speel ik de rol van Papageno, de vogelvanger. En één keer blazen op mijn Papageno-fluit. En daar zwermen de vogels al naar mij toe. Terwijl hetgeen wat ik zoek in het leven zijn die vogels niet, maar is Papagena. Kan wieder een Papageno. 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 Wat heel vaak gebeurt met Papageno is dat het ontzettend bijna theater van de lach wordt. Dus alles wat voor een makkelijk komisch effect zorgt, dat overkomt als een Papageno. Wat Simon heel erg gezocht heeft en waar ik met hem mee gezocht heb, is proberen die makkelijke weg te ontlopen. Dus om Papageno vooral allerlei situaties te laten beleven die echte situaties zijn. En van daaruit reageert op de wereld. In deze voorstelling horen we ontzettend veel geluidseffecten. Als je goed de tekst leest van Mozart zelf, ook als je leest over hoe er toen theater werd gemaakt, dat ging van de ene dondermachine naar de andere, naar de windmachine, naar vogelfluitjes, al dat soort dingen. A Foley artist generates sound in synchronization with the action that people usually see on film and television. You can see through a window exactly what I'm doing, whilst also seeing the action carried out by the singers and the performers on stage. Dat levert op een bijzondere manier van op de bühne zijn, ook van in de zaal zijn. En dat levert ook iets op wat misschien nog veel natuurlijker is dan dat een opera als theater alleen maar is. Nu wordt er gespeeld, dan wordt er even gesproken, dan wordt er weer wat gezongen, dan wordt er weer wat gespeeld. Waarbij je een heleboel dingen probeert weg te laten die eigenlijk natuurlijk zijn. We do have these opportunities in these dialogue scenes where Mozart hasn't written any music, but we can really help to propel the story forward and create more atmosphere so that when the music does happen, it really packs a punch.